Hallo iedereen, het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent natuurlijk weer nieuwe afleveringen van No Limits 2. Hopelijk hebben jullie het geduld gehad om even te wachten voor deze serie, maar we gaan weer aan de slag met natuurlijk de vertrouwde mailtjes. Heel veel kijkplezier. Ja, ik weet het, de achtergrond hangt er nog supergezellig, toch? Maak het uit. Ik neem dit op in 2022, vandaar. En daar is dan een lange mail van Juno, maar dat maakt niet uit. Een goed begin is het halve werk. Hallo Vincent. Voordat ik ga vertellen wat ik deze keer heb gemaakt, ik zag dat mensen zeiden dat ik de Python die ik gemaakt had van een ander project genaamd Carolina Cyclone gejat heb en de kleur en omgeving heb aangepast. Dat is niet waar. Ik heb de hele baan zelf gemaakt, niet alleen de kleuren veranderd, maar dat wilde ik toch even vermelden. Nou, de achtbaan die je mag gaan bestrijden tegen het onrecht en het kwaad is deze keer de Wild Timber. Mijn allereerste houten achtbaan in No Limits 2. Je zult al gauw merken dat de baan na de tweede helix ineens veel soepeler is. Dat komt omdat ik dit project al een tijdje heb, maar hij was niet soepel, vond ik. Dus ik heb er een wilde, soepele baan van gemaakt. Vandaar de naam Wild Timber, in plaats van Timber, hoe die eerst heette. Ik heb een soort van custom station. Ik heb dus het standaard station op mijn eigen manier gedecoreerd. Ik weet nog steeds niet helemaal precies hoe je een goed custom station kan maken. Dus als er tips zijn van iemand hier in de chat, in de comments, laat het weten hier beneden. Hieronder de statistieken van Wild Timber. De snelheid wordt natuurlijk niet gezegd. De maximale hoogte is 35,2 meter. Een minimale hoogte van 1,7 meter. Een baanlengte van 1304,4 meter. En de maximale G-kracht is 3,9. Veel plezier met het bestrijden van Wild Timber. Groetjes van Juno Keizers. Nou Juno, ik geloof je met je Python. Je bent gewoon eerlijk en dat is mooi. Dat moet je ook gewoon altijd zijn. En ik ben toch benieuwd naar jouw houten constructie. Jouw houten achtbaan, jouw houten pareltje. Oh, ik snap wat je hebt gedaan. Je hebt dus stenen bovenop het standaard station gebouwd. Leuk, heel leuk. En daar is dan de achtbaan. Ik vind het trouwens heel mooi. Een soort doorkiekje tussen de bomen door naar jouw project. En we zien nog een popcornkraampje. Waar zit ik vast? Oh, ik ben hier overheen gesprongen blijkbaar. Heel random ook. En hier is dan waarschijnlijk de wachtrij. Nou, dat ziet er nog hartstikke leuk uit. Oh jee, ik moet ook een beetje gaan bukken hier geloof ik. Het is allemaal heel erg netjes gedaan. Kan ik hier nog tussendoor? Ja, dat gaat helemaal makkelijk. Ja, dit is wel, het is wel leuk. Ik bedoel, je hebt toch wel een soort van standaardstation omgetoverd tot iets anders. Dus je hebt het wel geprobeerd. Voor de mensen die nieuw zijn met deze serie, onder, nou ja, jullie weten het, onder mijn facecam natuurlijk de statistieken. En tijdens de rit, vaak tijdens de optakeling, ga ik raden wat de snelheid is van deze achtbaan als een soort minigame binnenin de rit. Of in ieder geval binnenin de achtbaan onride. Altijd leuk. Trouwens, wat een prachtige natuur. Kijk even die flinke boomstammen hier. Wat mooi. Ja, met 6 kilometer zijn we hier op de lifthill naar boven aan het gaan. En hebben wij een prachtig overzicht van deze baan. Meer dan 1300 meter lang. En dat is ook wel terug te zien, want jeetje, gaat alle kanten op. We gaan volgens mij een beetje naar links niet, of wel? Nee, daar is water. Maar het is vooral het rechte gedeelte waar de achtbaan zich bevindt. Nou ja, wat gaat de snelheid worden? Ik verwacht dat hij een flinke vaart moet hebben om 1300 meter af te leggen. Dus ja, er is maar één lifthill. Er is maar één optakeling. Dus we gaan gewoon gokken voor 100. Gewoon lekker standaard 100. En wat is dit mooi. Gewoon een heel meer. Dat gaat helemaal naar achter door. En een grote, grote heuvel. Bezaaid met bomen. Prachtig. Heel mooi. Oké. Okay, halen wij de 100 km per uur. Daar gaat hij. 88. Gaat hij niet harder? Kom op. Zit er nog een lancering in? Hij moet toch 100 halen? Dat kan niet anders. Oké. Okay, de volgende afdaling. Nee. Hij gaat het niet halen. Hij gaat die 100 niet aantikken. Maakt niet uit. Hij heeft sowieso een prima snelheid. En als er een lancering in zit, dan ben ik verbaasd. Maar dat verwacht ik eigenlijk helemaal niet. Dit gaat goed. Dit gaat heel goed. Een beetje stroef inderdaad. Maar dat is ook wel lekker bij zo'n houten achtbaan. Past dat precies. En tof dat je dus een bestaand project. Dat is heel mooi wat je net zag. Dat was heel tof. Dat je een bestaand project van jezelf, hè, misschien wel ook je allereerste achtbaan, hebt omgetoverd om er iets mooiers van te maken. Soepeler te maken. En waarschijnlijk ook geen G-krachten of rode G-krachten te zien. Maar wat gaat dit goed? Wat gaat dit lekker? Echt een hele mooie baan dit. Wauw. En hij raakt maar niet uitgeraasd. Hij blijft gewoon doorgaan. Even een stukje in de remmen. Maar dan schieten we weer door. En ik verwacht eigenlijk dat we nu al een soort van bij het einde komen.
Nou, eigenlijk helemaal niet. Zelfs ijzeren constructies toegevoegd. Jeetje, wat is dit goed. Wat is dat eindstukje ook hartstikke leuk. Ja, prachtig. Wat een mooie layout. Geweldig om het jaar zo te starten met deze achtbaan, de Wild Timber. Juno, een prachtig project. Absoluut. Mooie omgeving. Je hebt een soort van custom station gemaakt. Ik vind het hele idee fantastisch. Ik wil gewoon het jaar goed beginnen. Jullie weten het. Misschien een beetje te enthousiast, maar je krijgt gewoon van mij het gouden tonnetje. Gefeliciteerd met het gouden tonnetje. En natuurlijk ook omdat de mensen dachten dat jij een project had gejat, vind ik eigenlijk dat een gouden tonnetje ook wel op zijn plaats is. Dus vandaar, we beginnen gewoon het jaar goed. Jij hebt het hoogste tonnetjesbeoordelingsding, systeem, geval gewonnen. Dus gefeliciteerd. We gaan door met het volgende project. Juno, bedankt voor je inzending en tot de volgende achtbaan. Een kort maar krachtige mail van Jasper. Hij zegt, beste Vincent, ik heb voor jou na een lange tijd weer een achtbaan gemaakt. Yes! Hij heet dus Journey to Freedom. Het is een Gerslauer Eurofighter met een maximale hoogte van 29,5 meter... en met een baanlengte van 778 meter. Ga je zeker ook een leuke en spannende rit tegemoet. Veel plezier met het bestrijden van Journey to Freedom. Groetjes van Jasper. Jasper, ik ben benieuwd naar jouw Eurofighter in dit nieuwe jaar. Dat wordt vast en zeker een topbaantje. Nou ja, dat moet nog blijken natuurlijk. We gaan kijken. Oké, we zien hier allemaal rotsen op een soort van pleintje. En ik zie daar dan een tunnel. En daar begint ook de achtbaan zo te zien. Apart om te zien zo op die manier. Die rotsen zijn wel heel tof gedaan. En wat is dat station hoog? Moet je kijken. Jeetje, we moeten eerst 60 trappen omhoog. Treden omhoog om bij het station te komen. Wow. Wat gebeurde daar dan? Ik was aan het rennen en ik schoot in één keer omhoog. Oh, ik kwam tegen het hekje aan. Die lanceerde me zo omhoog. Kijk, let op hè. Oh ja. Oké. Kijk uit voor... Er zijn geen hekjes toegevoegd. Je kan zo het water invallen. Kom ik nog terug? Oh, je hebt sowieso natte voeten. Kijk maar. Ja, dit gaat niet goed. Je moet echt laarzen aan, wil je deze achtbaan doen. Oké, heel voorzichtig. Er is geen hekje aan de rechterkant. Gaan we dus hier naar boven. Het zijn volgens mij echt 60 treden. En hier stappen wij op bij het station. Ja, allemaal een beetje standaard natuurlijk dit. Maar dat geeft niet, we zijn op tijd. En ik ben toch benieuwd naar deze Eurofighter. En ik zie eigenlijk wel een lifthill. Maar omdat we al hoger zitten dan normaal, het station is hoger, is die lifthill helemaal niet hoger. Nou ja, hoog, Gijs. Nee, het valt best mee. Nou ja, we gaan het zien. Journey to Freedom. Maar voor mijn gevoel zitten we nu niet hoog. Maar waarschijnlijk zitten we wel hoog. We komen boven de bomen uit. Dat is altijd een goed teken. Gaan wij de 80 halen? Ik denk het wel. Ja, 85, daar komt hij. En naar beneden met een snelheid van 81 km per uur. Nou, dat is toch prima. Een prima snelheid voor deze achtbaan. En horen mis te keer gaan. Dus altijd goed geluid voor een achtbaan. Dat je die wind hoort. Hoe sneller, hoe harder de wind, hoe beter. Oeh, dat waren niet echt remmen. Hij schoot eigenlijk als een bijna een soort van lancering door. En dit wordt in één keer wat stroever. Dit gaat goed. Oké, het wordt ineens een stukje ruiger. Heel mooi die beplanting naar beneden. Ik zie ook wat van die kleine rotsjes op het strand. Ja, qua omgeving ziet het er prachtig uit. Maar het is wel een best wel een ruig ritje. Maar we kunnen het hebben. We zijn nog in leven. We kunnen nog ademhalen. Ik kan nog commentaar geven. En dan... Oeh! Dit is grappig. Het einde is wel heel grappig. Een kleine mini-lancering. Ja, hoppakee. Vet. Heel vet. Ik vond het einde wel heel origineel eigenlijk. Heel leuk. Ook het begin eigenlijk. Nou ja, dit was Journey to Freedom. En zijn we bevrijd? Dat is de vraag. Oké, ik heb een tactiek. Als ik naar beneden loop, of we rennen in dit geval... Ga ik gewoon... Oh, lukt het? Ik sta nog in het water, geloof ik, of niet? Nee, ik reken het goed. Ja, wat vond ik van de baan? Ik vond hem leuk, maar ik vond hem wel een beetje ruig. Ik weet niet. Soms had ik wel het gevoel van, hij gaat misschien een beetje te snel. Maar ik zag geen rode G-kracht of zo. En ik vond hem heel speels, het tweede gedeelte van de baan. Ik ga hem 3 tonnetjes geven. Laat in de comments weten wat jij deze baan zou geven. Ik vond het qua omgeving echt prachtig. Prachtig, echt waar. Nou, we gaan door met de volgende achtbaan. Bedankt voor jouw inzending, Jasper. En tot de volgende. Lieve aardige Vincent. Hallo, lieve aardige Thijs. Wat ben je toch een topper. Ik kijk al heel erg lang naar je video's en je streams. Ik vind ze heel erg leuk en ze inspireren me vaak ook.
Ik vond het wel eens tijd om een eigen baan te bouwen in No Limits 2. Dit is mijn allereerste baan. Ik vind hem zelf veel beter dan ik had verwacht. Hier zijn de statistieken, informatie over de baan. De naam is de Dragon Rush. Een baanlengte van 1,6 kilometer. Een maximale hoogte van 35 meter. De minimale hoogte van 2 meter. En de snelheid wordt natuurlijk niet verteld. De duratie is 1 minuut en 32 seconden. Maximale verticale G-krachten 3,2. De maximale voorwaartse G-krachten 0,8. En de maximale laterale G-krachten zijn 1,3G. Wat een statistiek, heerlijk om te zien. Ik hoop echt dat je hem leuk vindt. Er is best wel veel tijd bijgekomen. Helemaal door het custom station die ik heb gemaakt met supports. Heel veel succes met het maken van leuke video's en leuke streams. Nou, dankjewel Thijs voor je lieve berichtje. Ik doe het met plezier. En kijk eens even voor je allereerste baan wat je hier in elkaar hebt gezet. Kijk eens even met hekjes en bankjes en lantaarntjes. Het ziet er hartstikke goed uit, nu al. En we zijn nog niet eens begonnen met de achtbaan. Ik ben even aan het zoeken, want ik verwacht dat hier dan de wachtrij is. Ja, dit moet wel. Dit moet zeker. Dit is niet een of ander natuurpaadje of zo. Nee, toch? Dit is duidelijk een wachtrij. Oh, een speaker. En er komt geen muziek uit. Nou, dat maakt niet uit. We lopen door. Oh, jongens, dat slalommen. Ja, het hoort erbij. Het is natuurlijk... Dat hoort erbij, sowieso. Lekker slalommen. Nou, dit is toch heel mooi. Voor een custom station is dit prachtig. Leuk gedaan. En waar is de achtbaan? Ik denk dat hij is vertrokken. Toch? Hij komt zo er wel aan, toch? Oké, dan maar het spel. Spring over de baan heen. Hop, ik zit vast. Ik val er doorheen. Oh, behind the sinas. Ik heb het gevoel dat er maar één trein rijdt. Nou, dat is helemaal niet erg, want daar komt hij aan. Gelukkig komt er een trein. Het kan ook zijn dat er gewoon geen trein komt, hè? Hebben we wel eens gehad in No Limits afleveringen, in projecten. Maar dat geeft niet. Hij komt gelukkig aan. Ja, dit is Dragon Rush. Helemaal in het donker. En het is ook wel een beetje een spannende rit. Ik bedoel, je verdwijnt in een donker bos. En ik weet niet wat we gaan beleven. Hoeveel inversies, hoe hard die gaat. Ik heb geen flauw idee. Dus we gaan echt in het wild gokken. Daadwerkelijk in het wild. Wat de snelheid gaat worden. Nou, zullen we een lancering van 90 gokken? Daar gaat hij. Het is echt zo donker. 81 kilometer per uur. Jeetje. En ik moet goed kijken, want door het maanlicht kan ik een klein beetje zien waar de baan heen gaat. Je moet goed kijken, maar het is zeker wel te zien aan de rails. Geweldig. Oké. Hier werd hij een klein beetje saai, maar zeker niet slecht. Mooie bochtjes. En een tweede lancering. Haalt hij dan toch die 90? 108 kilometer. Ja, je weet het niet. Je weet het niet. Het is helemaal donker. Je moet gaan gokken. Je ziet niet eens de baan en je ziet niks. Helemaal niks. Jongens, wat een vaart heeft deze. Oh, oh, oh. Grote bochten moet ik wel met deze snelheid. Jeetje, wat blaast deze baan, zeg. Duidelijk een snelheidsduivel. En dat voor je allereerste project. Ik vind het wel heel erg knap. Je hebt er wel talent voor. Fantastisch. Mooie layout. Lekker groot gebouwd. En hier verliest hij wel een klein beetje snelheid. Kan je ook wat scherpere bochtjes maken. Kan je wat compacter maken ook. Ondersteuning goed verdeeld. Ondanks dat je het misschien niet heel goed ziet, zie ik het wel. En het zit allemaal goed in elkaar. Wauw. Wat een mooi project. Sommige stukjes was hij een klein beetje saai. Maar door de snelheid is dat eigenlijk al gewoon goed gemaakt. Helemaal goed gemaakt. Ja, dit was zeker een tof baantje. Goed je best gedaan en dat voor je allereerste project. Ik moet natuurlijk wel een goede beoordeling geven. Anders noemt hij me dadelijk geen lieve aardige Vincent meer. En dat moet ik niet hebben. Ik geef dit project 5 tonnetjes. Je krijgt een tonnetje extra. Omdat het je allereerste project is. Geweldig gedaan. Ik vind vooral je oog voor detail echt fantastisch. Geweldig. Ja, dit was de aflevering. Het ging snel voorbij. Vond je het nou leuk? Laat vooral een duimpje achter. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan even op abonneren. Ik zou zeggen tot de volgende keer bij weer een nieuwe aflevering. Gaan we weer 8 maanden bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En ik hoop je dan natuurlijk weer te zien. Doeg!